jaar geleden ons huis hebben verkocht, zaten we, of vooral ik zat te denken, ja, hoe gaan we dat nou doen in de natuur? Het is leuk als we maar hartstikke goed in de natuur staan, maar wat te doen met stroom? Je hebt een flink accupakket nodig als je een week of twee weken lang in de natuur wil gaan staan. Dus hebben we het een en ander voor bedacht. Het was een behoorlijke uitdaging, maar het is gelukt. Ik zal u even meenemen in onze camper, rondom onze camper. Ja, wat we allemaal voor apparatuur aan boord hebben en hoe we het opwekken en waar we het opslaan. Hier hebben we ons keukentje. Hier zit een mixertje in voor de smoothies, een koffiezetautomaatje, een melkopschuimer en een waterkoker. Hier heb ik een verlengblokje onder gezet. Hier de stopcontactje, dus het werkt allemaal hartstikke prima. Hier heb ik een Max-fan geplaatst voor de circulatie van frisse lucht. Als het heel warm is, kunnen we 's avonds koude lucht naar binnen blazen. Hij kan uitblazen en inblazen. En er zit een mooi roostertje voor. Dus dit is ook een top dingetje. Hier zien we nog een dakairco. Die verbruikt ongeveer 1100 watt per uur. Hier zien we een vaatwassertje staan. Het is gewoon een tafelvaatwasser. Een borstmachientje, die verbruikt wel veel stroom. Piekspanning 3000 watt, dus dat gaat precies. We hebben hier een airfryer, die verbruikt zo'n 1100 watt. Ja, hoe wekken we het op? Hier op de camper liggen drie zonnepanelen met een vermogen van 340 watt per uur. Hier op de aanhanger liggen ook drie zonnepanelen van 340 watt per uur en dat slaan we op in een accupakket van 16 keer 280 ampère accu's. Dat zijn lithium accu's. Nou, hieronder hebben we een dubbele vloer en hier liggen de oplader en de omvormer. Dit is de laadregelaar van de zonnepanelen. Dit is de omvormer, dit is een 2000 watt omvormer met een piekspanning naar 3000 watt. Dus we kunnen alle apparatuur precies gebruiken. Zo, dus jullie hebben allemaal goed kunnen zien wat we allemaal aan boord hebben. Wat voor accupakket we aan boord hebben. En we kunnen dus eigenlijk gewoon altijd volledig off-grid blijven staan. Helemaal niet aangesloten toen we zijn op stroom. En toch alles kunnen blijven gebruiken. Dus ja, goed voorbeeld voor hoe je volledig off-grid kan staan qua stroomvoorziening. En als er iemand vragen heeft, altijd welkom en bedankt voor het kijken. Hoi!